Hoi, ik ben Marloes Lippens. Ik ben eenheidscoördinator synthetische drugs voor Oost-Brabant. We gaan vandaag preventieve gesprekken voeren bij een aantal mensen waarvan wij denken dat ze wel eens ketels zouden kunnen gaan bouwen voor die synthetische drugsindustrie. Met name door de grote vangst in Tilburg zijn criminelen op zoek naar andere mensen die voor hen ketels kunnen bouwen, kunnen lassen. En daar heb je wat specifieke kennis voor nodig. Wij denken dat deze mensen die kennis in huis hebben of de criminele contacten in huis hebben om uiteindelijk die ketels voor die criminele industrie te bouwen. Meneer hallo. We hebben elkaar aan de telefoon net gesproken. Het volgende, wij willen even met jouw buurten, omdat wij, en dat zul je wel meegekregen hebben, in Tilburg een grote bouwer van ketels hebben aangehouden. Ja, ik heb geen contact gedacht met hem. Nee, dat juist niet. Helemaal niet. Maar wij willen even met jou even waarschuwen van joh, hou er rekening mee dat die gasten natuurlijk op zoek gaan naar andere mensen die dit kunnen doen. We gaan bij die mensen langs om daar een gesprek aan te knopen van joh, hou er rekening mee dat als je dit maakt dat het strafbaar is. Maar aan de andere kant willen we ze ook weerbaar maken tegen die criminele wereld en ze ook bewust maken dat ze daar vooral niet in moeten stappen. Want als je er eenmaal instapt, dan kom je er bijna niet meer uit. Meneer, ben ik brutaal als ik u vraag waar u deze voor gebruikt? Ja, ik weet niet hoe u het noemt, dus ik ben heel benieuwd. Ik herken ze in een ander perspectief. Yes, ik ben heel technisch. Ik kan alles. Ik heb ook nog wel een veel kennis in dat verhaal. Van de, en dan is het ook nog, dan wordt alles wel kouder, een beetje op een link. Want ze af gewoon. Kijk, ik kan genezen. Nou ja, en dat is wat we ook mee willen geven. Van joh, doe dat vooral niet. Want je bent hartstikke strafbaar, maar je komt er denk ik ook niet meer uit. En dat willen we je niet van meegeven. En dat is de reden dat we in ieder geval de flyer ook even bij je achter willen laten. Mijn nummer zit erbij, dus mocht je denken vanavond van ik heb daar toch nog een vraag over. Of hoe zit dit? Ja. Of ik wil op wat voor manier dan ook toch nog wat informatie kwijt. Ja. Kun je me altijd bellen. Nou, dat is fijn. Super. Het doel van het project uiteindelijk is dat we die criminele industrie willen verstoren. En wij hebben als motto geen ketels, geen drugs. Want er is altijd een ketel nodig om uiteindelijk synthetische drugs van te maken.